Wat heeft minister Vervotte ter zake uiteindelijk kunnen realiseren? Wachtlijsten in de handicaptensector nemen toe. In de sector van de kinderopvang klaagt over een tekort aan plaatsen en middelen. Rust- en ziekenhuizen is een aanzienlijk plaatsgebrek. Schrijnend gebrek aan opvang voor jonge drugsverslaafden. En nu wordt de minister op de koop toe in de laatste dagen van haar termijn zelfs gedagvaard via kort geding omdat ze er niet in slaagt om voldoende opvangplaatsen te vinden voor slachtoffers van interfamiliaal geweld. Inge Vervotte doet in de beste katholieke traditie aan politieke coitus interruptus. Inderdaad, voor het zingen de kerk uit. De wachtlijsten, mevrouw Vervotte, die blijven, maar Inge Vervotte, die is in ieder geval weg.